Zicht op het bos voor elke Surinamer. Dat is het doel van deze webserie Busitaki. In deze aflevering gaan wij op bezoek in het Tibidi-gebied waar wij leren over duurzame methoden voor bosbouw. We gaan het in deze aflevering weer lekker hebben over het bos. Het is een waardevolle natuurlijke hulpbron die in tegenstelling tot olie, gas, goud en bauxiet niet zal opraken. Dat is tenzij we er goed, dus duurzaam mee omgaan. We hebben in totaal 16,5 miljoen hectare aan bos. Dat is verspreid over het hele oppervlak. Daarvan hebben wij momenteel 4 miljoen uitgegeven aan concessies. Dat is best weinig. Echter is het zo dat er in hetzelfde gebied ook andere concessies zijn uitgegeven voor bijvoorbeeld mijnbouw. We kunnen de illegale mijnbouw zien als de grootste vijand van bosbehoud. Dat is niet het enige. Onze houtsector kent een aantal andere gevaren zoals illegale houtkap en, jammer genoeg, de corruptie die ervoor zorgt dat de staat inkomsten mist. Inkomsten die zouden kunnen worden ingezet om de sector te versterken. Ook hebben we gezien dat onze eigen werkwijze ervoor zorgt dat we er niet het volledige rendement uit kunnen halen en soms zelfs ons bos beschadigen. We kunnen dus wel stellen dat onze houtsector aan verandering toe is. Zeker met het oog op de toekomst waarbij ons bos steeds meer in waarde zal stijgen. Daarom is er in 2022 een presidentiële taskforce, ordening en transformatie houtsector, ingesteld. Deze heeft als taak adviezen uit te brengen over de manier waarop de houtsector dus getransformeerd kan worden en het formuleren van beleid waarbij de mogelijkheden binnen de houtsector optimaal benut worden. De transformatie houdt onder andere in het tegengaan van illegale houtkap, het afbouwen van de export van rondhout en het stimuleren van duurzame bosbouw. Om tot die adviezen te komen, organiseerde deze taskforce in samenwerking met Conservation International Suriname een workshop waarbij alle stakeholders aanwezig waren. De voornoemde punten werden er uitvoerig besproken. Ook werd er aandacht besteed aan het grondrechtenvraagstuk, fauna en bosbouw, inkomsten uit de bosbouwsector en de uitdagingen binnen de houtexport. En natuurlijk werd er ook gesproken over het verdienen aan ons bos door non-timber forest products zoals olie, maar ook het natuurtoerisme. Ook binnen de VSB heeft men een visie over de transformatie van de houtsector. De houtgroep binnen de Vereniging Surinaams Bedrijfsleven is al sinds 2017 bezig met het ontwikkelen van deze visie. En recentelijk zijn een aantal projecten, wel 17, gepresenteerd. Een belangrijk streven van deze houtgroep is het opzetten van een industriegebied. Het is de bedoeling dat het industriegebied de houtsector van Suriname een impuls geeft. En zorgt voor meer werkgelegenheid en economische groei. Daarbij speelt het verminderen van de CO2-uitstoot een belangrijke rol, zodat wij onze carbon-negatieve status kunnen behouden en zelfs versterken. Er zijn dus initiatieven en adviezen vanuit de overheid en vanuit het bedrijfsleven. Dat zal er hopelijk in resulteren dat er institutionele, dus binnen de wet en regelgeving, verbeteringen komen. Maar ook het praktische is van belang. De transformatie moet toch ook merkbaar zijn in de kapvakken van de houtconcessies. Om daar getuige van te zijn, mochten wij met Conservation International Suriname mee op excursie naar een kapvak in een houtconcessie in het Tibidi-gebied. Zoals ik eerder zei, organiseerde Conservation International Suriname een training Reduced Impact Logging for Climate als onderdeel van het Climate Smart Forestry project. Reduced Impact Logging, de naam zegt het al, verminderen van de negatieve effecten naar aanleiding van de houtoogstpraktijken. Het gaat erom dat er een vermindering is in de negatieve effecten op het sociale vlak, als te zien ook op het milieuvlak en ook wel op economisch vlak. Dus een verminderde negatieve impact op sociaal, milieu en economisch gebied. Hoe gaat dat in zijn werk? Op het milieuvlak bijvoorbeeld van wanneer een boom eigenlijk geveld wordt, en je kan voorkomen dat het in een terrassengebied komt, of een swampgebied, of
in de richting van waar er grote bomen staan, dat je het in feite kan vermijden om het daar te gaan vellen. Worden er dan een directional felling screening, wat dan in feite in de training aangeleerd, waardoor je de boom op een andere richting kan laten vellen. Dat is op milieuvlak. Zelf had ik er nooit bij stilgestaan dat het zulke kleine praktische zaken zijn die al een grote verbetering kunnen brengen. Jerry legde me ook uit over de innovaties op sociaal vlak. Op het sociaal vlak is dat er, hoe noem je het, zodanig geveld wordt dat in feite de veller, de operator, zich veilig voelt naar aanleiding van de techniek die wordt toegepast. En dat geeft al aan dat zo'n veller dan comfortabel voelt in het vellen en zo op een lang termijn kan blijven vellen. Veiligheid is natuurlijk erg belangrijk. Iedereen werkt om in zijn of haar eigen onderhoud en dat van het gezin te kunnen voorzien. Het is ook wel uitdagend zo diep in het bos. Prettig dus dat er wordt gelet op de veiligheid. Op het economisch vlak is dat bijvoorbeeld wanneer je dan zo'n boom velt. Je kan vermijden dat zo'n boom valt en voorkomt dat hij gaat spleten. Ja, dan kun je dan wat meer verdienen uit zo'n boom. Men kan dus de valrichting van zo'n boom bepalen door de manier waarop deze gezaagd wordt. We mochten dus meekijken en hebben gezien hoe de valrichting van de boom bepaald wordt. Daarbij wordt er dus gekeken naar de hoeveelheid jonge bomen die de te vellen boom omringen, maar ook naar de sleepweg die leidt naar de landing waar het hout opgeslagen wordt. Gekeken worden waar de sleepwegen, hoe de sleepwegen lopen. Er is een bepaalde sleutel die men toepast, de visgraadvorming. Als je zodanig een boom velt waarbij hij die richting 45 graden met de hoofdsleepweg eigenlijk situeert, dan kan zo'n stam dan in feite makkelijk gesleept worden, uitgesleept worden. Maar wanneer je bijvoorbeeld een boom haaks op een sleepweg velt, heb je dan die machine nodig om dan zo'n stam te gaan moeten richten. En daarmee kan je dan hier wat verjonging die rondom zo'n boom groeit, kan je dan gaan vernietigen. Dus het slepen, het vellen van de boom, de directional felling is 1. Uitkijken naar de positie van de sleepweg. En 2. Is uitkijken waar de toekomstige bomen zijn, waar ze staan, en dat probeert te vermijden. Dan ga je dan een zodanige boom gaan vellen, daar waar er kleine bomen eigenlijk staan. Want de toekomstige bomen zijn de bomen die eigenlijk voor de volgende kapsyclus belangrijk zijn. En dat ga je proberen te vermijden. Het verduurzamen van de houtsector lijkt een kwestie van secuurder werken in de praktijk. Daarnaast zouden we kunnen nadenken over het beleid met betrekking tot het verstrekken van houtkapvergunningen. Het is namelijk zo dat men een concessie krijgt voor een periode van 5 tot 10 jaar. Daarbij mag men maximaal 2 keer verlengen. Dat geeft wat onzekerheid en wil zeggen dat men binnen deze periode dus alle investeringen terugverdiend moet hebben. Jerry legde mij uit dat het handiger zou zijn om in één keer een concessie te geven van 25 jaar, of de optie het te verlengen met een duur van 25 jaar, passend bij de kapcyclus van 25 jaar. Als je op een duurzame manier moet gaan werken, dan ga je dan eigenlijk werken met een kapcyclus van 25 jaar. 25 jaar kapcyclus wil zeggen, als je 25.000 hectare aan bos hebt, rekening houden met 25 jaar, mag je dan jaarlijks dan 25.000 gedeeld door 25 jaar, maar 1000 hectare oosten. Maar als je bijvoorbeeld je concessie krijgt voor een 5 jaar, dan ga je investeringen doen in zo'n concessie, waarbij je denkt van, nou, hoe krijg ik mijn investeringen terug? En dat kan dan voor, situaties krijgen, waarbij dan men zegt van, nou, eenmaal ik het maar voor 5 jaar krijg, dan ga ik dan overexploiteren. Terwijl als je dan voor een gegarandeerd voor verlengingen tot 25 jaar krijgt, dan weet je dat je dan je investering terugbetaald krijgt. Met al deze hervormingen zouden wij de houtsector duurzaam kunnen benutten voor onszelf en nog meer dan genoeg overlaten voor de volgende generaties. Nou ja, dat is als we de goudsector dan ook echt eens een keertje gaan ordenen. Want, zoals we zeiden, het is de grootste vijand voor bosbehoud. Dat was het weer voor deze keer. De volgende keer ben ik er weer met heel veel meer. Tot dan!